Hoi, ik ben Alianne van der Kieft. Ik ben nu 19 jaar. Ik kom zelf uit Renen, dus dat is het mooiste stadje bij de Rijn. Zit ik nu op de PABO. Ik hoop veel voor kinderen te gaan betekenen. Ik heb daarvoor gekozen omdat ik geloof best wel belangrijk vind. En dat is ook iets wat ik kinderen gun. Het geloof speelde voor mij een belangrijke rol als kind. Maar ik had niet echt een persoonlijke relatie met God. Ik wist wel dat hij bestond, dat hij werkte, dat hij alles geschapen had, dat hij terug zou komen. Maar ik ken hem niet persoonlijk. Ja, toen ik een jaar of 10 was, misschien iets jonger, iets ouder. Toen was ik ook best wel onzeker over mezelf, ontevreden. Ik was onzeker over wie ik was, over mijn karakter. Soms ook wel over mijn familie. En dat zorgde ook dat ik niet heel veel mensen vertrouwde erin. Met wat me bezig hield. En ik was iemand die best wel veel dacht, maar weinig praatte. En ik praatte dus ook niet over dat soort dingen. Totdat God bij me kwam, want hij liet me zien dat ik op momenten dat het best wel zwaar was, niet alleen kon leven en dat ik er wel met iemand over moest praten. En hij liet me zien dat ik hem kon vertrouwen en dat ik gewoon met al mijn gedachten, al mijn gevoelens, alles wat me bezighoudt, hield, bij hem terecht kan. En hij leerde mij dat ik iemand kon vertrouwen, dat ik hem kon vertrouwen, dat ik ook met andere mensen kon vertrouwen en dat ik kon praten over wat me bezighield. En dat zorgde dat ik minder onzeker werd over mezelf. Hij liet me ook zien dat ik gewoon ontzagwekkend gemaakt ben. Bijvoorbeeld zoals die tekst uit Psalm 139. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet het zeer goed. Hij heeft mij gewoon wonderlijk gemaakt. Net zoals ieder mens. En hij heeft een doel met mijn leven. Hij heeft mij gewoon liefdevol gevormd. En ja, wie ben ik dan om te zeggen dat ik niks waard ben? Want daarmee zou ik zijn werk er niet doen. En dat is gewoon zo oneerlijk naar hem toe. Dus hij liet mij zien dat hij mij gemaakt had als iemand die op hem leek. En daar ga ik heel vaak de mist mee in. Maar hij laat mij ook zien dat ik iemand ben met een doel. Op de plek waar ik ook ben. Misschien nu hier en op school als ik voor de klas sta. Als ik op een kamp ben, waar dan ook. En hij liet me ook zien dat ik iemand ben die tevreden mag zijn over mezelf. Dat ik, hij heeft gezorgd dat ik weer vrede vond bij mezelf. Vrede is ook een van de kernwoorden van mijn geloof. Het is een vrede die ik ken sinds ik vrijgemaakt ben door Jezus. Vrijgemaakt van het alleen vechten tegen moedeloosheid, tegen angst, tegen pijn. Omdat Jezus hetzelfde meegemaakt heeft. Die heeft ook pijn geleden en hij is er gewoon als ik hem nodig heb. En ook als ik hem niet nodig denk te hebben. Hij heeft die vrede verdiend door de strijd die hij gestreden heeft. Die heeft hij voor mij gestreden, zodat ik de kracht krijg om ook de strijd te strijden en om vrede te krijgen. En dat gaat ook samen, vrede en strijd. Want dat lijkt best wel onmogelijk. Maar het is wel mogelijk. Bijvoorbeeld een keer, toen was mijn zusje kwijt en dat zorgt natuurlijk voor best wel veel strijd in familie, in vriendenkringen van haar. Maar toen heb ik heel erg ervaren wat Filippenzen zegt. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. De vrede van God die gaat gewoon alle verstand te boven en dat is gewoon niet te omschrijven. Dat zijn momenten waarop ik vrede ervaar als je bidt, op wat voor manier dan ook. Het is heel mooi om samen te bidden. Ik doe het regelmatig met een broer of een zus van me of met vrienden. En het doet me dan ook zeer als ik met mensen aan het praten ben, met vriendinnen. En ik vraag dan aan een vriendin op een gegeven moment, na een goed gesprek van hey, is er wel eens met jou persoonlijk voor jou gebeden? En als dat antwoord dan ontkennend is, dan doet dat best wel zeer. En dan vraag ik ook van vind je het goed als ik met je bid? Want je hebt God nodig hierbij. En als het dan goed vindt, dan vanuit zulke gebeden krijg ik ook heel veel vrede en kracht. En waarom? Omdat ik dan de zorg in handen van mijn vader leg. En mijn vader die draagt ze. En ik,
ben er niet meer bij nodig. Mijn vader die zorgt ervoor dat het goed komt, dat ik gewoon in die vrede kan leven. Wat bij het geloof hoort is een stuk blijdschap. Bijvoorbeeld als ik op kampen ga, ben ik wel eens mee als leiding en soms als deelnemer. Maar dat zijn kampen waar geloof een belangrijke rol speelt. En dat merk je ook gewoon echt in de sfeer, in hoe mensen met elkaar omgaan. En dat, ja, daar geniet ik van. En daar heerst ook een stuk vrede op dat kamp, op zulke kampen. En dan, dat maakt me blij. En dat hoor je dan ook vaak terug aan het eind van, hey, weet je wat ik nou zo mooi vind? Dat je gewoon constant blijft lachen. Maar dat is een stuk blijdschap die niet vanuit mezelf kwam. Want aan het eind van een kamp ben je afgedraaid. Dan heb je gewoon geen energie meer om te lachen. Maar dat is gewoon ook een stuk, ja, wat van God komt. Als ik angstig ben of bezorgd. Maar ook dan weet ik dat God bij me is. Want soms lijkt hij heel ver weg. Maar als ik dan buiten loop of als ik me bezorgd voel of angstig en ik kijk naar buiten. En als ik niet naar buiten kan kijken, dat ik voor me probeer te halen. En ik zie vogels, ik zie bloemen, ik zie gras. Dan zie ik hoe mooi God alles gemaakt heeft. En dan denk ik ook gewoon aan wat Jezus zei. Van hey, kijk eens naar die bloemen, hoe mooi ze zijn. Kijk eens naar de vogels. Zij doen geen werk, ze zaaien niet en ze maaien niet. Maar God zorgt wel voor ze. Of als ik elke zondag, dan wordt die vrede ook nog een keer gegeven of vermenigvuldigd. Of zoals ik net al noemde, in gebed. Of als ik Gods woord hoor, op de woorden die Hij tot me spreekt, tot ons spreekt, op wat voor manier dan ook. Dat kan zijn doordat je met andere mensen aan het praten bent. Dat kan zijn door een preek. Dat kan zijn doordat je gewoon uit een Bijbel leest. Dat geeft een stuk vrede. Of muziek. Als je luistert of liederen zingt, weet ik veel. En wat mij ook altijd een stuk rust geeft, een stuk vrede. En wat me blij maakt, is als ik dingen voor anderen kan doen. Als je gewoon gezellig met vrienden dingen doet. Of bezig bent met familie of wat dan ook. Dat is ook een van de opdrachten die ik gekregen heb. Om met je naasten om te gaan. En dat geeft me ook gewoon heel veel vrede. En het lijkt me gewoon onmogelijk om zonder die vrede die God ons uit liefde gegeven heeft te leven. En daarom gun ik het iedereen. Ook jou. Dus ga met God.